Ik heb de behoefte om mezelf heel erg te ontwikkelen als beeldend kunstenaar. Aan de andere kant denk ik ook dat mijn kunstenaarschap heel erg wordt versterkt door de educatiekanten. En andersom ook. Ik denk dat het heel erg verweven is. Mijn rol als kunstenaar is om op de grens te gaan wandelen tussen kunst en niet-kunst. Om vragen te stellen bij wat is kunst, voor wie is kunst. En mijn doel is om te laten zien dat eigenlijk iedereen te maken heeft met kunst, maar dat ook iedereen zichzelf kan uiten via kunst. Ik vind vaak de kunstwereld wat hoogdrempelig of pretentieus. Wat het eigenlijk niet is, maar zo'n imago heeft het vaak. Dat wil ik graag wegvagen. Ik wil het graag vager. Dat het meer een ontdekking wordt of een spannend iets in plaats van een chic iets. En het onderwijssysteem zit voor mij veel te veel in kaders en veel te veel in stramien. En die kaders die moeten worden doorbroken. Dat moet gewoon. Want het onderwijs is nu gericht op een groep en op moeten en op de CITO-toets. Terwijl ik denk, je hebt een klas vol individuen die allemaal anders zijn en zich allemaal anders willen uiten of allemaal andere dingen willen leren. Biedt ze dat ook aan op een hele vrije manier waar ze op hun eigen manier invulling kunnen geven.